Skateboarden is een Amerikaanse sport, cultuur en lifestyle. Maar ook in Nederland wordt er fanatiek geskate. Tot nu toe moesten de skaters het doen op Amerikaanse boards. En daar moest maar eens verandering in komen. Deze jongens richten een eigen merk op, zodat vanaf vandaag iedereen kan rollen op boards van Nederlandse makelij. Het is niet alleen Nederlands, maar het komt ook uit Groningen, dus er gaat niks boven grun. We komen al heel lang hier over de vloer in het Colosseum, ik werk hier ook. En ik keek zo om me heen en dacht van nou, er zijn zoveel creatieve mensen hier bezig rondom het skateboardpark. En we hadden zoiets van, we moeten dat bij elkaar voegen. Een reden geven om met z'n allen iets tofs te maken. En zodoende hebben wij Broken Skateboards in het leven geroepen. Het is echt te gek om als skater zelf een skateboard van eigen bodem te kunnen kopen. Dat brengt het allemaal wat dichter bij bed. We zien nu eindelijk dat in Nederland mensen ook daadwerkelijk Europese boards gaan kopen. En eerst was het niet zo. Er werd alleen maar gekeken met oogkleppen naar Amerika, want daar gebeurde het. En de doelgroep lijkt het wel te zien zitten in de Groningen boards. Ik heb wel een paar dekjes gezien al op internet en zo. En net hier een paar dekjes, gewoon wel mooie shit. Dat, Ik vind het wel mooie shit. Ja. Ja, man. Hoe voelt het nou om op je eigen board te staan? Ik heb altijd op andermans skateboards geskaten. Dus het is heel bizar dat je ineens je eigen product in handen hebt en onder je voeten. Dus dat is echt geweldig. Ja, dat kon je als kind alleen maar van dromen. Dus dat is wel echt heel vet. Gisteren uit de doos gehaald en ik skate er nu op. Ik hoefde er ook niet aan te wennen. Dat was meteen mijn boordje, zeg maar. Ja. Maar waar moet een goed boordje nou precies aan voldoen? Hij moet goed esdoornhout zijn. Canadees esdoornhout. 7 lagen, kruislinks gelamineerd. Er moet een mooie shape in zitten, dus een ronding en een goede voor- en achterkant. Even erin en een beetje flexibel, dat je niet meteen na één keer ollie van een ster, dat die kraak doorbreekt. Dus dat zijn een beetje mijn dingen voor een goed skateboard. De skateboards worden morgenmiddag officieel en feestelijk gepresenteerd in het Skatepark Colosseum in de Oosterparkwijk. Oh, man. You're unbelievable.